om de bal snel naar voren te willen werken. Maar ja, dan is het denk ik buitenspel als de bal aangeraakt wordt. Nee, niet van Julian van der Brink. Die kan doorgaan dan. Van der Brink kan hij de bal dan ook binnenhouden nog. Dat lukt hem ook nog. Ja, dan komt de bal voor. Doelpunt van Putten. Doelpunt! Doelpunt! Het is Rocco Keizer in de extra tijd. Derde minuut van de extra tijd. Die de 1-0 voor Putten op het bord brengt. Ja, zo doet Putten. Hele goede zaken. De topscorer Rocco Keizer. Hij weet de bal erin te pegelen op slag van einde. De doelman is wit heet van de werf. Maar ja, Putten leidt met 1-0 in de extra tijd. En dat is veel belangrijker.